Dus. Yo mafketels, mijn naam is Stijn en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Of eigenlijk gewoon deze video, want wie weet kijk je hem misschien wel een maand nadat hij al uit is. Anyway, je hoorde net een verschrikkelijk slecht geluid komen uit de NSR. Terwijl stationair klinkt hij helemaal niet zo slecht. Wat hebben we er al aan gedaan? Nou, we hebben gecheckt of hij valse lucht heeft. We hebben gecheckt of hij iets bij de ontsteking mis heeft staan. Ik heb de ontsteking vroeger en later gezet. Ik heb de ontstekingsspoel vervangen. Ik heb eigenlijk al best wel veel dingen nagekeken. Natuurlijk ook gewoon volledig de carburateur en de luchtinlaat. Alles eigenlijk erop en eraan, maar we komen er gewoon niet uit. En nu heeft Mark gezegd, weet je wat, fuck it, breng hem maar gewoon nog een keer. En dan kijk ik er nog een keer naar en kijk of ik het kan vinden. Want eigenlijk heeft Mark iedere keer gewoon, als ik bij hem was, gezegd van hey, neem dit maar mee. Of hey, versleutel, dit is hier. Maar ja, we kwamen er gewoon niet uit. En daarom deze relatief toch eigenlijk wel interessante motovlog. Hoeveel versnelling heb ik nog? Ah, nu zit ik in 6. Toch eigenlijk best wel een interessante motovlog. Namelijk om het feit dat, schrik niet van de titel, ik ga rijden om te strijden tegen kanker. En daarom moet dit ding ook in goede staat zijn, zodat ik in Rotterdam mee kan rijden met de Destwinquist Gentleman's Ride. En het klinkt alsof die het op gaat geven en daar ben ik niet blij mee. Klinkt niet goed. Maar schrik dus niet, het is niet dus dat ik kanker heb of zo, maar de Distinguished Gentleman's Ride is namelijk een rit georganiseerd door mannen die zich dan gaan kleden in, pak nette kleding als een gentleman en dan gaan rijden met, racers, café racers zoals dit. En dat doen ze dus door heel de wereld eigenlijk. Ik zal wel even een paar landen of steden nu voorbij laten komen en dat is super gaaf, want dat betekent dus gewoon dat je met de hele wereld samen gaat rijden om geld op te halen om te strijden tegen onder andere prostaatkanker en men's mental health, zoals we het noemen. Dus eigenlijk gewoon heel simpel gezegd psychische problemen bij de man. Misschien ook wel door middel van het feit dat hij dus wellicht prostaatkanker heeft. En ik vind dat zelf heel belangrijk, mede ook omdat er zelf familieleden toch wel last hebben gehad van kanker, om het zo maar te zeggen. En dat doet me dan eigenlijk best wel veel, en niet alleen familieleden, maar ook veel naasten die ik ken of dus heb gekend en kanker hebben gehad. Dat ik zoiets bij mezelf had van ik heb nu zo'n café racer, ik heb jullie als zijnde audience die toch eigenlijk wel best wel groeiende is. En toen dacht ik misschien dat wij samen en jij dus, dat wij met z'n allen wat kunnen doen hiervoor. En daarom staat er een linkje in de beschrijving voor de Distinguished Gentleman's Ride naar mijn eigen pagina. En mijn eigen pagina heeft dan dus ook gewoon staan dat ik met dit ding ga rijden in Rotterdam, want hij is sowieso klaar voor Rotterdam, dat is pas over 2 weken. Vanaf deze datum dat ik nu hier rij. Daarmee gezegd ga ik dus met dit ding rijden in Rotterdam. En als je mij dan dus wil sponsoren, dan kan je geld overmaken door middel van PayPal of Ideal. Hangt er dus vanaf welk bedrag je kiest. En dat staat er ook allemaal uitgelegd. En dan kijken we dus hoeveel geld we kunnen overmaken voor deze geweldige organisatie. Het werkt ook samen trouwens met de Movember Foundation. Dus voor het geval dat je denkt van ik vertrouw het niet helemaal. Het is echt volledig legit. Je hoeft je daar niet druk over te maken. En anders zou ik het zelf ook niet doen trouwens. Want ik heb er een pesthekel aan als er gewoon geld wordt opgehaald en het niet gaat naar waar je het wel heen wil. Voor de rest is dit dus gewoon één grote Eye of the Tiger survival missie. Om dus te kijken of ik dit ding überhaupt rijdende krijg tot aan Mark. Maar ik vond het gewoon vooral heel belangrijk dat jullie allemaal weten dat ik dus mee ga rijden aan dit evenement. En
Het is op dit moment volgens mij 15 oktober en als het goed is rijden... Nee, 15 september. En wij rijden, als het goed is, de Distinguished Gentleman's Ride op 30 september 2018. Dus dat is precies over 15 dagen. Wil je daar dus bij zijn, dat kan gewoon. Je kan gewoon komen kijken volgens mij. En ja, natuurlijk is het natuurlijk gaaf om überhaupt ja, een beetje rondom Rotterdam te hangen. Want we rijden compleet door Rotterdam heen en omstreken. Dus wie weet zien we ons dan wel gewoon. Ik zal het in de aankomende video's sowieso ook nog een beetje bespreken. Omdat ik het zelf dus nogmaals gewoon echt heel erg belangrijk vind. Hoorde je dat? What the fuck? Sorry. Zo dan, tering. Voor als je het nog niet door had gehad trouwens aan mijn stem. Ik ben best wel verkouden. Dus, waar hoorden jullie dat geluid? What the fuck? Dat was echt gewoon alleen maar gepop. En dan denk ik dus opnieuw gelijk weer aan de ontsteking. Maar ja, ik weet het niet, want ik heb de ontstekingsspoel, ja, zeg maar, gewoon compleet verwisseld. Ik heb... Ah, damn it, ik ben de bobine vergeten mee te nemen. Fuck. We hadden namelijk ook nog het idee om een bobine te vervangen. En ik heb hier de oude ontsteking mee, die ik had vervangen dus, die er nu onder zit. Maar ik ben de tweede bobine vergeten. Shit. Nou ja, hopelijk heeft Mark er nog een, vast wel. Anyway, oh man, wat is dit traag. Geef ik ook echt gewoon meer gas, dan is het gelijk. Wat de hel. Echt jongen. Ik snap er geen reet van. Nee. Je gaat rustig doorrijden, vriend. Je gaat niet stoppen nu. En je gaat ook geen gat in mijn zuiger creëren. Want ik had hem helemaal op zijn voet gezet. En ik denk, ja, wie weet dat dat het gewoon is. Maar ja, het is natuurlijk al een vroege plaat. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga vragen om problemen. Dus na het starten en er ook achter te komen... Oh, en er ook achter te komen dat het dus helemaal geen nut had. Heb ik toch maar gewoon weer iets teruggedraaid naar ongeveer het midden op de vervoegde plaat qua vervoeging. Dus dan is hij natuurlijk eigenlijk al achterlijk vroeg. Maar ook dat geeft dus dit resultaat. Dus, I don't know man, het kan ook goed zijn dus dat de bobine gewoon op is. Dat heb ik nog niet gecheckt, dat is letterlijk het enige wat ik nog niet had gecheckt. Dus als dat het serieus gewoon is, dan ben ik er heel blij om. Jezus, doe even normaal, ik ga 60. Dank je. Ik ben trouwens ook nog steeds aan het wachten op die fucking nieuwe plakkers voor mijn camera. Of voor op mijn helm. Voor de camera dus, want kijk, ik heb nog steeds mijn oude helm op mijn kop nu. Ik kan niet eens mijn nieuwe gesponsorde helm door voordeelhelmen.nl gebruiken voor video's, want ik heb ja, een camera nodig op mijn helm. Zoals jullie dus ook hebben gezien in bellen, dat is gewoon helemaal kloten als ik het niet heb. Dus, ja, eigenlijk zou het wel fijn zijn als dat scheidbedrijf waar ik het besteld heb, ik ga het gewoon niet eens noemen, ja, dat dat gewoon even opschiet met die bestelling, want ik word er echt scheidziek van. Of zou ik het wel gewoon noemen? Weet je, fuck it, ik noem het gewoon wel. Grandado, dat bedrijf, daar heb ik het besteld. En die zijn helemaal hartstikke positief over hun service en shit. En dan vervolgens, ten eerste instantie, betaal ik extra geld, zodat ik een track-and-trace code krijg. Dan zeggen zij, binnen 3 dagen krijg ik een track-and-trace code. En een week later had ik nog steeds geen track-and-trace code. En daar als klap op de vuurkoop bij op, had ik uiteindelijk zelf gemaild maar. En heb ik daarna, echt weer, weet ik hoeveel later, daarna, een keer een track-and-trace code gekregen. En nu nog steeds is mijn fucking pakketje niet binnen. Dus ik word er helemaal scheidziek van. Dus bestel gewoon niet mijn Candado. Toedeledokie. Ik kan er niet eens lekker over een rotonde heen gaan. Dus mensen, ik ben bijna bij Honda Mark en dat betekent dat ik de video ga afsluiten.
Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. En nogmaals, wie weet heb jij zelf ook wel iets te maken gehad met kanker in jouw vriendenkring, familiekring, whatsoever. En wil je er wat voor terug doen? Alsjeblieft, ga naar de link in de beschrijving hier beneden. En vergeet gewoon niet te doneren of het te delen op je Facebook of whatsoever. Ook nadat je gedoneerd hebt, kan je het namelijk ook delen op Facebook en whatsoever. Ik zou zeggen, spreid het voor. En wie weet zie ik jou wel gewoon in Rotterdam, de 30e, op Gentleman's Ride. Like even de video en deel ook deze video om duidelijk te maken dat dit evenement gaat plaatsvinden. Abonneer dan ook hier beneden om dus up-to-date te blijven en dus dit ding weer goed te zien rijden. En dan zie ik jou weer de volgende keer. Later!